después. Waarom? Het maakt een beetje geluid, zegt u, maar dat hoort ook zo, hè? Ja. Waar komt u vandaan? Apeldoorn. Waarom gaat u het orgel verkopen? Nee, deze is niet verkopen, een andere. Ik heb er drie dus. Zegt u? Ik heb er drie. U heeft er drie? Ja, en die kleine die is te koop. Waarom verkoopt u die? Nou, ik heb er drie. Ik ben 74 en als ik er drie heb, dan wordt me een beetje te gek. Oké. Dat ook allemaal verzekering. Ja. Doet u al lang in draaiorgels? Ja, wij komen uit een oude kermisfamilie. Zegt u? Wij komen uit een oude kermisfamilie. Dus. Oké. Okay. Waarom heeft u er plezier in die draaiorgels? Ja, dat is een hobby, hè. Bloedkrap altijd waar ik niet kan gaan. Het is vrolijk altijd, hè? Ja. Je moet jongelui die houden er niet meer van. Maar het is wel vrolijk. Wel vrolijke muziek. Ja. Welke muziek vindt u het mooiste? Nou, het is allemaal die oude muziek het mooiste. Klassieke liedjes of? Ja, die heb ik wel. Ik heb er eigenlijk van alles voorbij. Noemt u eens wat u het allermooiste vindt? Nou, ik persoonlijk de Radetzky-mars. Radetzky-mars? Ja, die heb ik hier niet bij. En dan Dichter en Bouwen, die heb ik hier wel bij. Welk liedje zegt u? Dichter en Bouwen. Oké. Ja. Merkt u ook dat de mensen dat het mooiste vinden? Ja, de liefhebbers wel, hè. Ja. En je krijgt vandaag hier een hoop mensen natuurlijk, waar het allemaal liefhebbers zijn, hè. Die komen uit heel lang vaak. Ja. Vinden mensen het nog steeds mooi? Ja, die oudere mensen. De jongeren die geven er niks om. Ja. Goed. Wordt een mooie dag. Ja, het gaat droog blijven. Ja, dank u wel.